Trainersvisie. Een paar weken geleden, Bert, ben je bij de thuiswedstrijd geweest van Ajax en toen ben je geschrokken. Nou, dat is gisteren vrij duidelijk uitgekomen. Ja, dat is niet heel fijn als Ajax-supporter om gisteren de wedstrijd gezien te hebben. Nee, dat, vooral wat ze uitstralen, dat is niet sterk natuurlijk. En als je pretendeert wij zijn Ajax te zijn, dan moet je dat ook laten zien. En dat hebben ze niet laten zien gisteren. Maar als Ajax kampioen wordt, dan hebben we in ieder geval wel wat meer artiesten dan PSV, denk ik. Ja, die hebben er één. En, maar goed, die vult dan ook een heel programma daar. Dus ik hoop dat wij dat ook een keer mee mogen maken, Piet. Dat als we hier kampioen worden, dat we meerdere artiesten hebben. Het zit er wel aan te komen, hoor, denk ik, in de nabije toekomst. Heb ik het gevoel zo, Bert? Nou, dat hoort wel bij deze club natuurlijk. Dat er wel kampioenschappen te vieren zijn. En het liefst natuurlijk van het eerste elftal. Ja, het liefst inderdaad van het eerste elftal. En nou je toch over het eerste elftal hebt, laten we daar nog eens even verder op voortborduren. Wat mij opviel afgelopen zaterdag, dat was dat in de 38e minuut er een wissel plaatsvond. En ook verderop in de wedstrijd gingen jullie nog wel eens een keertje wat omzetten. Klopt dat? Dat heb je goed gezien, Piet. En daar zijn we ook voor aangenomen natuurlijk om, als het in het veld niet loopt of niet goed staat, dat je vanaf de kant actie onderneemt. En dat hebben we ook gedaan. Maar wat ging er dan precies niet goed in de, zeg maar, die eerste helft, eind eerste helft? Nou, kijk, je start fantastisch. In het eerste kwartier was er eigenlijk nog niks aan de hand. Alleen daarna nam Twente het initiatief over en stonden we op het middenveld niet goed. We konden elkaar onvoldoende helpen. En we hadden problemen aan onze rechterkant. Daar kwam men te snel en te vlot door. Nou goed, dan ga je kijken waar zit hem dat dan in. En daarnaast vond ik in balbezit, we wisten de ballen gewoon niet goed weg te leggen. We wisten hem voorin niet vast te houden. Ja, dan moet je wat gaan doen om de ploeg te helpen. Nou, en als je in dit geval dan spelers op de bank hebt zitten die dat goed beheersen, nou, dan mag je daar gebruik van maken. En of dat nou na 15 minuten is of na 85 minuten, dat maakt niet uit. Het moet de ploeg helpen en dat deed het ook. Linksback van FC Twente, een leuke opvolger voor Roald de Vries. Zambissa, dat is een behoorlijke linksback, ja, mag ik zeggen. Of die opvolger van Robert gaat worden, weet ik niet. Want ik weet niet of die jongen nog 10 jaar kan wachten. Oké, goed. Verder zijn de resultaten tot nog toe tegen de jong BVO's heel redelijk te noemen. Een beetje 50-50. Ja, ik heb... Heb je dat al uitgerekend? Nee, dat nog net niet. Nee, ik ben heel blij als we elke zaterdag weer met een volledige groep kunnen aanvangen. En die statistieken richting jong BVO's weet ik niet. Wat ik wel weet is dat jong Volendam, jong Twente spelen nu met vaste teams. En hun voetbal is veel beter geworden daardoor. Veel meer vastigheden. Maar goed, wij weten nu onderhand ook hoe we met jong BVO's om moeten gaan in wedstrijden. Dat hebben we nu opnieuw weer bewezen. Dus je leert gedurende het seizoen, zowel spelers als staf. En daar maken we nu gretig gebruik van. Het was wel een heerlijke euforie bij die 3-2, die winnende. Ja, en vooral omdat natuurlijk die week ervoor lukt het me niet om te scoren. Terwijl je veel grotere kansen creëert. En nu kansloos 0-2 met de rust. En dan, ja, het publiek denkt ook van ja, ik kan beter naar binnen gaan om een biertje te drinken. Ja, vervolgens komt er een herboren DVS uit de kleedkamer. En dan is toch die voetbalwet wel weer mooi. Dat je nooit moet opgeven voordat de scheidsrechter voor de laatste keer op zijn fluitje heeft geblazen. Hè? En het is ook zo lekker dat het dan uitkomt, dat je die even voor de training, donderdagavond met Daniel en Benjamin bezig bent geweest. En pats, Benjamin scoort gewoon 2 keer. Ja, maar dat is vooral de verdienste van Benjamin, hoor. Kijk, wij zijn ervoor aangenomen natuurlijk om spelers te helpen. Zeker wanneer het even wat minder gaat. Voetballend gaat het fantastisch met Benjamin. Maar hij baalde er zelf ook van. En Daniel net zo goed van, ja, die veldgoal die wil maar niet lukken. Nou goed, en dan in 1 keer in zo'n duel dan toch wel een klein beetje door die donderdag dat je toch dat ze die lef tonen voor de goal. En ja, fantastisch afgemaakt natuurlijk door Benjamin. Heel langzaam maar zeker komen de geblesseerde, behoorlijk geblesseerde spelers toch terug. Ja, maar wel met de nadruk op heel langzaam. Het zijn gewoon forse blessures en je kan er niet veel risico mee nemen. En het zou fantastisch zijn als we binnen nu en 2 weken weer over een grote groep kunnen beschikken. Maar het is maar even wachten. Kai Velda mis ik ook al een tijdje. En Kai is er vanavond weer bij. Oh, die is er vanavond weer bij. Mooi. Was een beetje een chronisch enkel probleempje of niet? Nou, medisch doe ik nooit uitspreken. Spraken natuurlijk. Hè. Daar... Dat is waar ook, sorry. Ja, nee, dat mag niet. Hè. Dus, Kai had een blessure, want anders zou hij natuurlijk volledig bij de groep zitten. Maar ik heb hoge verwachtingen dat hij vanavond weer is. DVS 33 is in thuiswedstrijden voor Quick Boys een angstgegner. Andersom ook. Dan is Quick Boys voor DVS in de thuiswedstrijd een angstgegner. Zeer vreemd, Bert. Hoe komt dat?
Nou, jij mag dat zeggen, want jij kijkt natuurlijk al jaren die wedstrijden bij DVS. Het feit is dat wij van dit seizoen natuurlijk twee keer tegen ze gespeeld hebben en niet gewonnen hebben hier thuis. Daaruit weten we het nog niet. Wat ik wel weet zaterdag is dat het natuurlijk een wedstrijd is met grote belangen. Nou ja, wedstrijden die om het echt gaan, zijn natuurlijk mooi om mee te maken. Ja, die wedstrijden die om het echt gaan, dan komt die ene jonge man, ene Maurice, die komt ook weer, daar komen er weer extra krachten bij hem vrij. Nou ja, niet alleen Maurice natuurlijk. Er zijn altijd jongens die zichzelf willen laten zien in dit soort duels. Maurice is wel een uitblinker in het pieken op de juiste momenten. Maar dat vond ik zaterdag ook. Hij nam de groep mee in een hoger niveau. Hij was bepalend. En het doet altijd wat met de tegenstander als Maurice speelt. Ja, je deed nog even op zaterdag terugkomen. Je deed nog een omzetting ergens in de tweede helft. Mark Bouwman. Ja, Jong FC Twente ging met een vrij behendige linksbuiten spelen. En Mark is aan een sterke serie bezig. Alleen heeft het gewoon lastig tegenover zo'n speler, zo'n type speler. Nou ja, dan hebben we natuurlijk altijd Koen Vloedgraven die je overal neer kan zetten, zoals achter de bar. Die doet het altijd met volle energie en die pakt zoiets op voor de ploeg. En dat deed hij fantastisch. En scoren weer, Koen. Ja, Koen is van alle markten thuis. Zo is dat. En jij ook, hè? Ik doe mijn best, Piet, ja. Nog 6 potjes. Nou ja, ik hoop nog een paar meer, Piet. Want dat zou betekenen dat we het erg goed doen in de laatste 6 wedstrijden. Ja. En na die 6 potjes, stel dat we de derde periode pakken, dan is het 2 wedstrijden genoeg of nog meer? Nou, het enige waar ik dan naar kijk is dat 9 juni de laatste wedstrijd is. En dat is de finale wedstrijd. En die mag je dan winnen en dan speel je tweede divisie. Maar tot nu toe hebben we nog elke week onze stinkende best moeten doen om een wedstrijd over de streep te trekken. En dat zal op zaterdag niet anders zijn. Dan denk ik toch dat ik mijn vakantie maar moet cancelen, Bert. Sowieso, Piet.